In het postsorteercentrum in Almere, daar is het razend druk. En ook Tiffany Fraza. Ja, ik ben ook razend druk inderdaad. Het was een heel karwei om hier te komen, want jullie zitten best afgelegen. Hè? Mark van Thielen, je bent procesmanager hier. Kun je mij eens uitleggen, waar zit het postsorteercentrum nou? We zitten natuurlijk op de Witte Vrouwen. We zijn sinds een half jaar zijn we open. En hier is het pakkettencentrum van Flevoland en omstreken. Vandaag redelijk druk. Ruime 42.000 pakketten die wij eruit gaan werken. En zorgen dat die op tijd bij onze klanten komen, zodat die een fijne Black Friday kunnen vieren. En de kinderen ook weer gerust kunnen stellen dat de cadeautjes binnen zijn. Ja, precies. Maar jullie zitten hier sinds mei. Dus het is jullie allereerste Black Friday. Het is jullie allereerste kerst. Dus jullie weten nog helemaal hoe het moet. Nou, dat zou je wel stellen. Maar gelukkig hebben wij een heel gemêleerd gezelschap uit het land vandaan gehaald. Die al jaren bij PostNL werkt. En ook de chauffeurs die komen eigenlijk wel uit het land vandaan. Het Flevoland werd natuurlijk al bezorgd vanuit Amersfoort en Nieuwegein. Inmiddels hebben we hier natuurlijk onze eigen kantoor. Dus er zit wel wat expertise. Maar spannend is het natuurlijk wel dat je eigen vestiging nu opent. En er voor het eerst alleen voor staat. Absoluut. Kun je mij eens uitleggen waar we op dit moment staan? Er staan dus een aantal banden. Ik zie achter mij allemaal pakketjes over een soort lopende band gaan. Alsof je je koffers ophaalt op Schiphol, zeg maar. Waar staan we? Wat is dit? Nou, we staan inmiddels in de rechterpoot. En we staan bij de goten 36 en 37. Daar gaan de pakketten afvallen voor zometeen de chauffeurs die weer opkomen halen. Zodat die weggebracht kunnen worden. De sorteerband, je hebt hem al gezien. Daar gaan zo'n 243 pakketten kunnen daarop. Die worden gelezen en het apparaat kan hem eruit gooien op de goot waar die terecht hoort te komen. Zodat de chauffeur zijn route kan gaan doen. Het is allemaal zo geautomatiseerd, je hoeft bijna niks meer te doen. Bijna niet. Het opgooien gaat nog met de hand, het inladen gaat nog met de hand. En dan is eigenlijk alles aan de chauffeur om zijn taak te gaan verdichten. En die chauffeur, die hebben we verderop staan. Ik stel voor dat we even naar hem toe lopen. Want ja, onderweg, het is nog een eindje lopen namelijk. Even kijken, een minuutje lopen of zo. Onderweg ben ik wel even benieuwd hoeveel pakketten jullie nou meer moeten bezorgen op Black Friday. Nou, gemiddeld landelijk hebben we er zo tussen de 800 en 900.000. En met een Black Friday gaan we naar de 1,4, 1,5 miljoen. Dat houdt in dat wij op onze vestiging nu zo'n tussen de 42 en 44.000 pakketten moeten verzorgen. Wat impliceert dat de chauffeur gemiddeld tussen de 200 en 300 pakketten in zijn bus moet krijgen. We hebben daar los nog van enkele volumeritten. Omdat natuurlijk ook de grotere pakketten, bijvoorbeeld een kerstboom, rondgebracht moet worden. Ja, die passen niet altijd in de kleine auto's. En we proberen de chauffeur natuurlijk zoveel mogelijk kleine pakketten mee te geven, zodat hij veel stops kan doen. En de volumeritten natuurlijk zo min mogelijk stops. De chauffeur die is hier op dit moment bezig met inpakken. Ik loop even naar hem toe. Mauro heet hij, hè? Dat klopt. En die is druk bezig met inpakken. Mauro, mag ik je heel even storen? Hi, wat ben je aan het doen? Ik ben op dit moment mijn bus aan het inladen. Hoeveel pakketten kunnen erin? Dit is een grotere bus. Dus normaal heb je een bus waar 6 kuub in kan. Dit is een bus die nog groter is eigenlijk. Dus hier kan 7 kuub in. De meeste aantal die ik hier tot nu toe in heb gehad, laten we zeggen, bijna 300 pakketten wel. En dat is een grotere bus nu vanwege Black Friday? Nee, het is eigenlijk gewoon omdat wij heel veel volumeritten ook hebben. En dan nemen wij, ja, hebben we gewoon eigenlijk een grotere bus eigenlijk erbij genomen. Als PostNL zijnde. Hoe pak je dat dan in? Gooi je het er allemaal in en gooi je het allemaal op stapels? Of heb je daar een bepaald systeem voor? Nee, ik heb er inderdaad wel een bepaald systeem voor. Alles wat ik als eerste ga wegrijden, die zet ik voor in mijn cabine. En daarna ga ik eigenlijk verder stapelen. Dus mijn eerste straat die zet ik voorin en daarna heb ik alles op bakken neergezet. Hoeveel van deze pakketten moet je nou terugbrengen in dat sorteercentrum? Ik rijd normaal veel, voornamelijk rijd ik alleen maar bedrijven. Dus ik ben eigenlijk zo goed als alles wel kwijt. Ik heb misschien 2-3 straten wat echt particulieren zijn. En dan soms zijn ze echt gewoon niet thuis en dat is wel echt vervelend. Dan neem ik ze wel mee terug, ja. Heb je zelf nog wat besteld voor Black Friday? Ja. Maar wat dan? Gewoon kerstcadeaus alvast, hè. Dus, En dan ben je wel thuis om ervoor te zorgen dat de bezorger bij jou af kan leveren? Ik regel het hier eigenlijk gewoon. Het wordt hier bezorgd en dan kun je het gewoon meenemen naar huis? Nee, soms. Mijn ouders zijn natuurlijk wel vaak gewoon thuis. Maar als mijn ouders niet thuis zijn of zo, dan loop ik naar de bezorger toe. Want ik weet welke shift ze zitten. En dan is het eigenlijk gewoon heel vraag ik of ik nu gewoon vriendelijk even aan hem. Of hij het of bij mijn buren wil afgeven of dat hij me hier achterlaat. Moet je nou heel erg lang werken vandaag omdat het Black Friday is? Niet heel extreem lang. Want qua stops wat ik heb, dat verschilt niet heel erg. Maar qua pakketten wel.
Dus dat is eigenlijk, ja, dat verschilt wel heel erg. Want nu heb ik bijvoorbeeld 150 pakketten. Normaal zou het rond de 100 zijn. En ja, ik denk dat het alleen nog maar drukker gaat worden. Alleen maar hele grote pakketten? Of? Nou ja, zoals je ziet, inderdaad zijn inderdaad wel aardig grote pakketten. Maar het verschilt eigenlijk altijd wel. Er komen ondertussen ook steeds meer pakketjes jouw lopende band op. Dus ik ga je even met rust laten, want je bent druk zat. Ik ga weer even terug naar Mark, onze procesmanager. Die staat hier even te babbelen ook. Mark, voor jou nog een laatste vraagje. Wat heb jij besteld voor Black Friday? Ik moet jou vertellen dat ik nog nooit wat via internet bestel. Ik ben nog wel old school, zullen we maar zeggen. Ik ga gewoon nog met fietsje ga ik de stad in. En ik haal het eigenlijk gewoon nog in de winkel. Procesmanager bij PostNL die er nooit wat via internet besteld heeft. Dat is schande, ik weet het. Mark, dankjewel voor je tijd. En Mauro is alweer druk bezig met inpakken. Ja. Ik zou zeggen, heel veel succes op deze drukke dagen. Dankjewel.